Yo, kijkers van Watchdukker, welkom bij deze tour door Zephyrin slash White Harbor slash... Ja, ik weet het niet meer. Volgens mij was het... Snow Harbor heet het. Ja, in deze aflevering ga ik wat meer laten zien van het dorpje en de omstreken die erbij zitten. Dus laten we maar gelijk gaan beginnen en dat is bij het begin. Dit is de kader, de algemene kader. Hier worden alle boten aangelegd. Kleine bootjes, grote bootjes en dat soort zitten achter. Zie je toch eigenlijk een boot die aan het varen is. Ik vind hem wel nice. Hier heb je een kleine visdrogerij. En dan komen we hier bij Sammy's Fashion Shop. Hey Sam, sinds wanneer heb jij een fashion shop, jongen? Nee, deze hebben wij samen gemaakt. Lucas heeft hier meegeholpen. En wij dachten voor de grap, hey, we geven Sam een fashion shop. Want Sam, of Sam, is zeker zeer fabulous. Ja, vandaar de, ja, in deze aflevering, of in de aflevering van mij, dat kwam hij hier. En ging hij toen kleren pakken, maar ik liep er droog naartoe, want hier stond ene Jordi. En die zei, ga maar naar de kroeg toe. Dus dan zijn we naar de kroeg gegaan. En ja, op de kader is eigenlijk verder niet veel te doen. Er staat hier een bak in de, of een container in de fik. En hier heb je een blacksmith. Die heb ik ook gebouwd. Deze is zeer nice, want je hebt hier allemaal wapens liggen. Je hebt een smelter, je hebt kool, je hebt pijlen, je hebt een hangende lamp. Ja, zeker. Dat was zeker wel nice. Nou, ik vind het een zeer mooi dorpje. Ik heb er ook flink wat tijd in gestopt. Ook staan hier heel veel kanonnen zoals je kan zien. En dit zijn eigenlijk allemaal kogels. En die gaan dan hierin. En dan kunnen ze schieten als er vijandige boten zijn vanuit Era. Helaas hebben ze mij niet neergeknald. Maar ja, beter voor hun doen. Want anders kom ik hier weer met een leger. En maak ik alles tot aan grond toe. Kapot. Ja. Kapot. Zo. Oh nou, er zit een beetje speeksel op mijn scherm. Maar dat maakt niet uit. Ja, hier heb je een tafeltje met papieren van, ja, jij koopt dit, hier even tekenen, oké? Dan kan je dan daar tekenen, hier zit een groentekraampje. En hier ligt allemaal hout met allemaal afgebroken takken. En dit is ook wel een leuk plekje. Want als je hier staat, dan kan hier de velmeester gaan staan. Die zegt zo van, wie wil er 10 kilo aardappels kopen? En dan steekt iemand zijn bordje omhoog, ja, ik bied wel 10 goudstukken. Ja, volgens mij is dat de currency hier in King Wars. Maar goed, hier hebben we nog twee vaten met dikke... Verse Viristi vanuit Morgren, geïmporteerd voor een barrel voor 30 goudstukken. Je kan ook wel zien dat daar heel veel Viristi in zit en dan maakt die bar die daarachter zit, maakt echt extreem veel winst. Nou, hier zit eigenlijk ook nog een soort van smelter slash smederij. En deze is voornamelijk bedoeld om ankers te maken voor schepen, want scheepswerven en zo zijn hier ook wel, of die zijn wel ergens anders. Maar hier worden eigenlijk alle materialen daarvoor geproduceerd. Hier zit eigenlijk nog een paar viskraampjes. Die zijn ook wel heel mooi. Ik vind het wel een beetje een gezellige sfeer hebben. Voornamelijk ook met die palen, die slingers, kleine tuintjes, al het sneeuw wat hier ligt. Het vult het wel een beetje op. Nou, dan loop je hier en dan kom je weer zo'n slingerding tegen. En dan, oh ja, hier. Dan komen we hier bij het paard. Dat zei Jori in ieder geval, maar hij moest eigenlijk zeggen het pracht van White Harbor. En dat is de kroeg Het Zwarte Schaap. En waarom zou dit nou Het Zwarte Schaap heten, denk je dan? Nou, weet je, dat is heel simpel, want alle kroegen in heel Era en alle kroegen over de hele wereld zijn duur. En hier valt het reuze mee, want hier ben je goedkoop uit. En daarom wordt het Zwarte Schaap genoemd. Echt, de originaliteit straalt er vanaf. En ja, ik vind het heel leuk ingericht. Er hangen ook allemaal visnetten, puur omdat het laat zien dat het een vissersdorp is. Het heeft veel te maken met boten en allemaal shit. En ja, het moest een beetje iets opvullen dat het plafond niet al te kaal is. En dat is het zeker niet door alles wat er, ja, wat er allemaal is. Ik zat hier toen ging met Bono praten, maar hij negeerde me dik en daar kwam ik Jay tegen. Die wilde me wel meenemen. Maar goed, er zit eigenlijk nog een geheim in dit café is. En dat is dat je hier naar beneden kan en dat je hier gewoon een koelcel hebt, jongens. Dus stel jij wil bier opslaan, dan kan dat hier. Je kan hier gewoon bier opslaan en dan, kan je altijd dronken worden. Het is hier zo cool omdat ijs uit de zee wordt gehaald en het wordt hier in blokken neergelegd. Waardoor deze hele cel koud blijft. Het is natuurlijk wel goed geïsoleerd, dus het zal er altijd wel koud zijn. Nou, eigenlijk kan je bier dus eigenlijk ook buiten opslaan. Maar ja, dan wordt het weer gestolen, want er zijn ook rovers in Zephyrin. En die kunnen overal komen en je wil niet bestolen worden. Want dan ben je de lul. Oké. Nou, dan lopen we hier verder. En dan kom je hier nog bij een gezellig straatje met wat houtopslag. En nog een paar tafeltjes, kratjas. En ja, dit is eigenlijk de main weg waardoor je dan weer naar de buitenkant gaat. We gingen al bijna de verkeerde kant op. Hier komen wij bij nog een vlaggenpaal. En ja, dit is ook een leuk stukje. Hier heb je een soort van...
een black, of nou, ik wil niet zeggen blacksmith, maar een general store. En bij dat plekje kan je dus eigenlijk gewoon de simpelste dingen kopen. Hier hebben wij kipjes. En die kipjes, dat is in een kippenhok. Die vind ik ook wel heel nice geworden. Die hebben Sam en ik samengemaakt. Met voornamelijk het idee van mij. En ja, hier heb je nog een klein straatje en een winkeltje waar je groenten kan kopen. Die hebben we al een keer eerder gezien. Hier worden alle oors opgeslagen voor smederijen, hout met nog wat kistjes ertussen. En hier zit dan ook nog wat. Dit is ja, ook weer gewoon een pleintje. Hier kunnen dan muzikanten op gaan staan. Dus als het een beetje druk is in de stad, gaan ze hier zo op hun fluiten, op hun pamphlets hebben. Ik doe maar wat, oké? Sorry. Oh ja, dit is ook heel leuk waar we nu zijn. Ik ga dan heel even in F1. Kijk, je hebt deze kooi. Die heb ik speciaal gemaakt voor iemand. GM0 Sam. Kijk, en dan gaan we hier. TP hier Sam. En dan doen wij slash CO rollback back T-doelpunt 1 minuut. En tadaa, daar zit Sam lekker vast. En dan kan hij geen kant op. Hè? Ik weet niet waarom hij mijn skin aan heeft, maar goed, het zal wel. Hier hangt allemaal vis. Maar op de een of andere manier is het best wel vreemd. Want als je hier loopt, dan heb je zo'n vis. En aan de andere kant dan heb je zo'n vis. Geweldig. En ik weet niet hoe het komt, maar het is gewoon zo. Nou, voor de rest heb je hier nog wat kapotte kanonnen. En die worden nog gerepareerd. En ja, voor de rest stelt het niet echt veel voor. Er staan veel handelswaren aan de kust. Hier kan je nog onderdoor. En dan kom je eigenlijk bij een paar bosjes. Allemaal oranje bosjes van bladeren die allemaal oud zijn. Een zaagblok. Je hebt een, even zien, hier wordt zelfs nog een varken gebakken, of gekookt of gegrild of weet ik veel, gespiest, allemaal rare geworden, maakt niet uit. En hier kan je paarden kopen. En ja, stel je moest een keer een paard hebben of zo, dan kon je die hier kopen. Ik snap ook niet waarom we eigenlijk in de aflevering niet gewoon hier naartoe zijn gaan om paarden te halen. Waarom moesten we zo nodig door die tunnel heen om daar paarden te halen en de spullen van Jade? We konden toch ook gewoon twee paarden kopen en regelrecht... ja, naar terug gaan naar Era, weet ik veel. Nee, maar dat blijkt dus waarschijnlijk omdat haar spullen daar lagen. Ik weet het niet precies. Dan komen we hier bij Zets Wapenkamer. En in Zets Wapenkamer kan je natuurlijk wapens kopen. Het is eigenlijk gewoon bijna hetzelfde als, ja, soms fashionable shop. Want Sam is best wel fabulous. Maar goed, hier kan je dus allemaal wapens kopen, bijlen, pijlen. Zwaarden. En wat heb je hier nog? Boog, schep als wapen. En ja, dat doet me denken aan de Shovel Knight. Dus ook een kleine Easter egg. En een pickaxe. Ja, pickaxe in je hoofd. Nee, daar wordt niemand vrolijk van. En goed, dit was eigenlijk gewoon de stad. Ik wil wel zeggen hoofdstad van Zephyr. Maar het is geen hoofdstad. Het is eigenlijk een normale stad. En als ik er even overheen vlieg. Ja, hier. Of deze map hebben we ook gebruikt voor Kingdom. Oftewel nog de voorganger van King Wars. En dan was dit vroeger was eigenlijk Zephyr. Was Mygnos. Dus dan moet je nagaan. Dat is al 2 jaar terug. En toen stond hier ook een stad. En jullie mogen raden welke stad het is. Als jullie het weten natuurlijk. Ik geef jullie even 5 seconden. Ja, uiteraard. Het was Valkenpoort. Valkenpoort was de oude stad die ik toen had. En ik dacht van, weet je, we gaan hier gewoon weer een stad maken. Om gewoon weer een soort van mijlpaal neer te zetten. Van, hey, hier heeft Leon ooit een keer een dorp gemaakt en nu staat er gewoon een 10 keer zo vet dorp voor terug. Want als je teruggaat naar die tijd, jongens, dan was alles zo undetailed en nu is het echt detailed. Nou, we gaan ook wat van de omgeving laten zien, want je hebt hier gewoon een pad lopen. Oh man, eigenlijk is het wel goed om soms weer terug te denken aan de Kingdom-tijd. Want ja, toen gebeurden er ook vette dingen. Hier is... Waarom zit er een big in de boom, jongens? Waarom een big? Nou, hey, we gaan je uit je leiden. Kom maar, hup. Hup, nee. Niet terugklimmen. Nee. Kom op. Ja, hij is beneden, jongens. We hebben hem geholpen. Hij is blij. En ja, ik heb naast dat ik de stad heb gemaakt, heb ik hier ook de route een beetje aangepast. Zo zie je hier ook Rider Forest, White Harbor. Die hebben daarachter zitten. Je hebt Rider Forest, White Town. Als je die kant op gaat, dan ga je naar White Town, die we toen ook hadden overgenomen. Is ook wel een tijdje terug eigenlijk. Dus al eigenlijk volgens mij bijna 1 jaar of zo. Of een half of 3/4 jaar. Ik weet nog wel dat we de vorige vakantie ingingen. Dat we toen al een beetje plannen hadden voor seizoen 2. Maar als je hier naartoe gaat, dan kom je eigenlijk in een door de passage dat je naar het nieuwe stuk kan gaan. Dit is ook allemaal nog opgeblazen van mijn opnames.
Dankjewel Jade voor je medeleven. Hier zitten dan deze poorten zitten eigenlijk vast door touwsystemen. Stel je zou hier aan draaien, dan wordt het touw aangetrokken, draait hier ook het touw en dan gaat die hele balk en hier, woep, dan gaat het omhoog, weet je wel. Hartstikke leuk, hartstikke mooi. En hetzelfde geldt voor dit. En dan komen we hier in de Rider Forest en hier ga ik nog niet te veel voor zeggen, want dit is eigenlijk vanuit Dennis' opnames is dit heel belangrijk. Maar goed, hierachter zit nog een tentenkamp. En hier hebben we, dit heb ik even snel in elkaar gezet. En dit is eigenlijk ook gewoon precies wat ik dus in White Harbor had staan, heb ik hier gewoon eigenlijk ook neergezet. Hier hangt een berenvel, een paar vleeshash. En ja. Oh, dikke letterbaar. Maar goed, en dit is eigenlijk de tent van Jade. En daar zit helemaal niks in. Jade heeft het allemaal al meegenomen. Ze heeft hier zelfs al even een lekker lopen pissen in deze bak. Dan kan je gewoon zien, want die hele bak is vol. En ja, appeltjes. Hoe komen ze aan spullen hier? Nou, daar zullen misschien nog wel geheimen achter liggen. Wie weet dat in een volgende aflevering van King Wars. In ieder geval ga ik hier dus stoppen met mijn uitleg en de, ja, een beetje de walkthrough tour door White Harbor. In ieder geval vonden jullie dit leuk? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Willen jullie meer zien van King Wars achter de schermen? Weet ik veel hoe je dit noemt. Subscribe dan natuurlijk op Watchjagger en laat even in de comments achter wat jij echt wil zien. Want dan gaan we daar de volgende keer misschien wel naartoe. Ik heb dit allemaal, denk ik, in 1 week tijd kunnen bouwen. Misschien dat het wat langer heeft geduurd, misschien iets korter, ik weet het niet precies. Maar er zat veel tijd in. In ieder geval bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van een King Wars of een King Wars Tour video. Ciao!